Ik was met die 100 euro begonnen omdat iedereen tegen mij zei dat je niet 1 miljoen ervan kan maken. Toen dacht ik van no way, dat kan wel. Als ik het gevoel heb dat er kansen zijn, ga ik gewoon niet op vakantie. Dat heb ik 1 keer gehad. Toen ben ik alsnog op vakantie geweest. En hoeveel geld had je misgelopen in die vakantie? Ja, net onder de 100. Euro? Nee, 100k gewoon. Ja. Dan zou ik denk ik van die 100k iets van 5M hebben. Ik ben Livanelli uit Rotterdam. Ik ben 23 jaar. Ik studeer Trade Management Azië aan de Hogeschool van Rotterdam. Dan leer ik Chinees. Het is gericht op handel met Azië. In mijn vrije tijd als hobby handel ik in cryptocurrencies. Als je denkt dat je weet wat het is, dan kom je erachter dat je uiteindelijk nog steeds niet weet wat het is. Jij fixt de e-mail dan vanavond, hè? Ik stuur die e-mail met die punten naar Ernst & Young. Of wil je... Je stuurt hem naar mij toe en dan stuur ik hem door. Ja, en jij belt Ernst & Young om te zeggen dat het later komt. Ja, oké, okay. Is goed. Ja. Zo. Dus dit is zeg maar mijn kamer. En alle trades die ik zeg maar maak, doe ik gewoon hier op mijn laptop. Eén vraagje. Zouden jullie beneden heel even kunnen wachten? Dan moet ik even inloggen en wat dingen doen. En dan roep ik jullie om weer naar boven te komen, ja? Is goed. Dan heb ik alles af. Waarom? Ik ga inloggen en ik wil niet echt laten zien hoe ik al die dingen doe en zo. Zeg maar, no one should know. Ja, je weet het maar nooit. Je moet 2 stappen voor zijn. In dat geval denk ik dat ik best wel een beetje paranoia met dit omga, zeg maar. Ik heb een laptop waar ik alleen maar op trade. Ik heb nog andere paar veiligheidsmaatregelen genomen die ik niet wil vertellen. Om ervoor te zorgen dat ik gewoon helemaal veilig ben. Oké, jullie kunnen naar boven komen. Ja? Tokens zijn cryptocurrencies. Die zitten op het blockchain-netwerk. En daar kan je ook in handelen. En op een website zoals deze kan je die tokens kopen en dan kan je ze doorverkopen, hopelijk voor een hogere prijs en dan maak je winst. Het is echt vraag en aanbod en wat mensen ervoor bereid zijn om ervoor te betalen. Dus de prijs gaat omhoog en naar beneden met 10, 20, misschien 50% op een dag. Dus het is wel echt, het is best wel hardcore. Ja, het is wel diehard gewoon dit. Hieronder heb ik een pagina waar ik kan kopen en dan even kijken. Koop ik voor, wij spreken, $1000, kan ik 3,06 ether kopen. Gewoon even ter illustratie, laat ik het even zien. Maar nu heb je dus $1000 uitgegeven? Ja, aan 3 ether tokens. Best veel wat je dan uitgeeft voor 10 seconden tijd eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, dat is part of the game gewoon. Zo werkt het. Het is gewoon traden. Ik ga gewoon poffertjes maken. Scheid. Ja, joh. Lifestyle for trader. Easy life. Gewoon rustig poffertjes maken. Zo. Als je kijkt naar de financiële markt, dan zou ik zeggen, ja, daar kan je niet met 100 euro beleggen. Want de transactiekosten zijn te hoog. Maar op een cryptocurrency-markt, die gaat zo hard heen en weer, is 100 euro naar mijn mening al voldoende om ermee te beleggen. Maar op een financiële markt gaat echt niet. Dat duurt misschien 2 jaar voordat je 10% winst hebt. Terwijl hier, je hebt het net gezien, binnen een paar minuten heb je al gewoon een paar procent winst. Nou, we zien dat we nu nog meer winst hebben gemaakt. Ja, $13. En het is niet eens 10 minuten. Ik was met die 100 euro begonnen omdat iedereen tegen mij zei dat je niet 1 miljoen ervan kan maken. En toen dacht ik van, dat is no way, dat kan wel. Dus toen ben ik met die 100 euro ben ik begonnen. Ik ben er al langer overheen. Het klinkt heel erg egoïstisch om te zeggen, maar dat was voor mij de race om het te halen. Voor mij was het zo van, iedereen zei van, je moet het niet doen en je moet het niet op deze manier doen en je gaat het nooit halen. Dat ik dacht van, nu ga ik er helemaal bovenop en nu ga ik het halen ook. Voor mij is het een pokerspel. Ik denk
dat het komt omdat ik er niet heel veel waarde aan hecht, omdat het in het systeem zit. Dus ik haal niet heel veel geld eruit in cash. Als ik cash geld heb, dan zie ik van, oh, dit is echt heel veel geld. Als jij weet van, zo, ik heb net een hele auto ingezet op deze prijs. Oh, ik hoop dat de prijs niet naar beneden gaat. Dan kan je andere handelingen gaan maken en dan ga je slechter spelen. Als je het gewoon heel ver van je weg houdt, dan wordt het gewoon vanzelf een spel. Ja. Heb je wel eens een auto ingezet? Ja, best wel vaak, meerdere. Ja. De meeste mensen verdienen is volgens mij iets van 2000 euro. En dan zit ik hier letterlijk gewoon een beetje te klikken. En dan poef, there it is. En het is wel heel raar om dat dan mee te maken op mijn leeftijd. Zet me aan het nadenken. Je zou denken, als je ergens goed in bent en je maakt heel veel geld mee, dat je dan heel erg blij wordt. Maar uiteindelijk, wanneer je op dat punt komt, dan kom je achter dat het helemaal niet zo is. Het is raar. Het is gewoon raar. Ik weet eigenlijk niet zo goed of dat het een obsessie is. Hij is er wel heel serieus mee bezig. En hij ziet wel in dat als hij dit verder wilt uitbouwen tot iets groots, want hij heeft best grote plannen nog. Dan heeft het gewoon dedication nodig. Uiteindelijk is het goal, er komt een fonds. Door middel van het fonds kunnen mensen investeren in cryptocurrencies. En een deel van de winst gaat dan naar mijn bedrijf toe. En een deel van die winst wil ik dan weer doneren aan een goed doel. Mijn toekomstdroom is om een mega imperium op te bouwen van scratch. En dan het liefste in de richting van robotica, automatisering, digitalisering. De nieuwe technocratische ontwikkelingen. En met die empire gewoon een betekenis te kunnen maken in de gehele wereld. Ik hoop dat industry veterans mij kunnen helpen met hoe ik kan omgaan met stress en psychologische gevolgen van het maken van heel veel geld in één keer. Het zet een ander druk op je, zeg maar.